Oké. Camera loopt. Camera loopt en actie. Welkom bij Brugklas Backstage. Goedemorgen. Het is echt super vroeg. Het is nog helemaal donker buiten. Het is nu op dit moment 5:15. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En het is zo vroeg. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want ik ga vandaag met brugklas naar Berlijn. En ik moet om 8:30 op Amersfoort Centraal staan. En ik moet om 8:10 de bus pakken. Dus dat komt goed. Ik ga nog even eten, douchen, aankleden. Dat soort dingen. Hallo. Hey. Nou, wij zijn dus nu op Amersfoort Centraal. Want wij gaan naar Berlijn. Tirza, die heeft een penvriendin in Berlijn. En die reageert deze nergens meer op. Dus Tirza denkt dan, yo, laten we achter haar aangaan. Ja, dus dan gaan we er zoeken. En ik neem Haley mee. Nou, we zijn dus nu een stukje aan het filmen over dat Nouri aan het wegrennen is voor een medewerker van het treinstation. Ik kan ook van die kant aan het lopen en dan ga je hier zitten. Stoppen. Doe dat maar. En probeer je aan het verstoppen. Ja. Kom op terug. Nouri gaat op een gegeven moment ook zwart rijden. Hij gaat geen kaartje kopen. En zwart rijden is iets wat je eigenlijk niet moet doen. Je moet gewoon lekker een kaartje kopen. Het scheelt je ook een boete. Veel makkelijker. Hoe lang doet die reis? 6 uur. 6 uur. Nee, maar 6 uur. 4 uur oprecht. Nee, 6 uur. Ja, 6 uur. Ja, 6 uur. 6 uur in de trein. Nou, we gaan dus naar Berlijn toe. Dus we moeten wel een beetje Duits kunnen. Ik kan het ook wel goed. Al zeg ik het zelf. Dus we gaan eerst maar even onszelf voorstellen in Duits. Hallo, ik ben Roos en ik ben 15 jaar oud. Ik woon in Leidschendam en ik heb 2 broeder. Guten Tag, ik heet Kisha. Ik ben 15 jaar oud. Ik ben... 1, 2, 3... 8, 9, 10! 8, 9, 10. Zie je, zo makkelijk kan het gaan. We zijn hier echt super pro in, toch? Wow. Beter dan Younes in ieder geval. Normaal weet ik het wel. Dus dat komt wel goed. En ja, ik kan wel Duits spreken. We zijn in Berlijn! 17 in platform 6. Ik probeer niet meer op te filmen. Oké, dat staat er nog goed. Beste Younes. We zitten in de taxi. We zijn aangekomen in Berlijn, eindelijk. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind Berlijn echt mooi. Ik had niet gedacht dat ik het zo mooi zou vinden. Een hele goede morgen. Dit is dag 2 in Berlijn. En het is vroeg. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb me wel geslapen. Er werd wel bij me aangeklopt op een gegeven moment, omdat ik te lang had geslapen. Maar oké, we gaan even lekker naar de filmlocatie toe. En dan zie ik jullie straks. Mijn huis in Berlijn en ik ga jullie een huis toe geven. Kom maar mee, dan kunnen jullie het zien. Je zit hier. Is niet voor mij. Ik heb een pop. Ik heb een paar planten. Oké, dan gaan we door naar de badkamer. Dit is niet voor mij, dit is ook niet voor mij. Dit is de gang. Zij huurt het op dit moment nu. Dit huis. Ik verhuur het nu aan haar. Ja, geef maar even aan mij. Oké. We gaan het even anders doen. Nou, dit is dus het huis waar we in gaan filmen vandaag. Dit is namelijk het huis van de tante van Tirza. Nou, omdat we dus heel veel scènes filmen, moeten we ook heel veel omkleden. Kledingwissel! Dat is af en toe een beetje irritant. Weer de kledingwissel. Dat is ook wel grappig, want daardoor ben je de hele tijd weer een andere dag en weer een andere dag en weer een andere dag. En outfit 3. Maar het kan ook wel moeilijk zijn. Omkleden! Hier naast mij zit mijn tante, Tirza's tante. Hi! Ja, ik speel Tirza's tante Margot. Wat vind je hiervan, van het hele draaien en het filmen? Heel erg leuk om mee te maken, heel professioneel. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Dat is best wel lekker. Julius een telefoon. Mooi jongens, mijn telefoon laat ik voor 1 seconde weg en kijk wat er allemaal gebeurt. Ja. Dit is wat er gebeurt. Oké, jongens, we hebben een heel groot probleem. We zijn op zoek naar Suze. Waar is Suze? We hebben hier een voetbalveld. Voetbal.
We hebben hier een foto. Maar welk adres is dat? Welk adres? We hebben alleen maar een huisnummer. Dit is waar wij zijn, jongens. Nummer 17. Voetbal. Welk adres? Wijn, mucho gusto, toch er moet zuur zijn. Ja, dit was de eerste locatie en we gaan nu door naar de tweede locatie. En daar gaan we even knallen. Let's go! Volgende locatie. Dit ding is zo smerig. Wij zijn niet de slimste hier, guys. Niet de slimste. Huh? Younes, je moet dan doen. Je moet daar overheen lopen. Ga je dus ook weer een paar scènes filmen? Dit is dus Suze's oude huis. En we komen erachter dat Noori er nog steeds is, terwijl hij eigenlijk al naar huis moest gaan. Dus dat is een beetje dit gebouw. Maar kijk dan, dit kan toch rechtstreeks in een horrorfilm gewoon? Doodeng. Wordt dit dan de 3 of wordt dit de... We zaten dus midden in een scène en toen ging iemand heel hard muziek opzetten. Er zit wel een lekkere beat in. Hallo. Nee, we hebben net gefilmd met Creepy Huis. Dat was wel grappig, want het is oprecht echt een heel eng huis. Het was leuk, doodeng. Ik heb wel van genoten en nu zijn we eindelijk klaar. We zitten nu dus in de auto en we gaan weer terug naar het hotel. Slaap lekker! Vaak heb je verschillende scènes met de hele tijd omkleden en dan ja, moet je ook op straat omkleden. Want anders kloppen de scènes niet, dus ik stond hier net in mijn onderbroek, maar het maakt niet uit. Ja, nu die vindt die kombucha vindt hij echt lekker, nee, vindt echt smerig. Gewoon vies, verrotte gore thee. Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Mooi. De echte snackbar van Suze haar vader, guys. Die man heeft echt zo'n cowboy stem. Hij zou echt zo'n cowboy film kunnen spelen. We staan hier naast een hele drukke weg. Veel vrachtwagens. En dan heb je ook nog aan de andere kant een trambaan. Dus dat hoor je heel hard over de zenders en over de hengel. En ja, dus ik moet heel vaak de scène stoppen. Als je in paniek is, ja, zo. Ja. Hoe heet je? Marten. Hoe oud ben je? 16. Wat is je lievelingskleur? Paars. Wat is je lievelingsplek? Berlijn. Nou, jij speelt een Suze. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, leuk. Spannend. En wat moest jij doen bij de snackbar? Nou, ik was dus eerst aan het werken, maar toen kwamen dus jouw twee vrienden aan. En toen heb ik gezegd, eigenlijk kwam ik jou geghost heb. Ze heeft me geghost. Dat kan echt niet. Nee. Hoi, guys! Yes, dit is... Milton. Milton, wat we net zeiden is opgenomen. Hij speelt de snackbar eigenaar. We gaan je even voorstellen. You are... Jij bent Milton. Ja. Hoe oud ben je? Wie bent u? Hoe oud ben je? 52. Waar woont u? Berlin. Welke sport vindt u leuk? Weet je, een sportclubjes maken? Ja, welke sport vindt u leuk? Frisbee. Ik vind frisbee goed. Frisbee. Dat ding zo. Oh, en als u een politieke partij mocht kiezen van in de Tweede Kamer, welke politieke partij zou u stemmen? Welke politieke partij? Nou, dit was dus een vliegveld. En nu kan je dus zeg maar op waar de landingsbanen waren, kan je dus zeg maar gewoon lopen. En dan zie je echt gewoon allemaal mensen met zo'n, weet je dat? Een kite?
mij opgenomen op het vliegveld dat niet te gebruiken is. En daar hebben we dan gewoon midden op het landingsbaan hebben we dan net de scène opgenomen. Ja. En waar ging de scène over? Jonas Verdammer. De scène hij lag te tukken. De scène ging over, ik lag te tukken en Teerzen wilde weer iemand gaan zoeken. En ik zag een foto van een snackbar die ik herkende. En toen zei ik, oh, dat ken ik. We gaan nu naar het hotel, want de opnamedag is klaar. En dan gaan we even lekker chillen. Ik ga douchen, ik ga tv kijken, ik ga eten. Dat is wat ik allemaal ga doen. Dus, yo. Goedemorgen. Het is dag 4. En we gaan iets heel grappigs doen. Want Jonas, die is altijd te laat in de ochtend. Hij is altijd te laat, want hij zet nooit zijn wekker. Maar we hebben zijn pas. We hebben zijn pasje. Dus wij gaan hem vandaag wakker maken. Straks werkt het pasje. Wakker worden. Ik denk dat hij nu wel wakker is. Ik kom. Nou, dat ging wel goed. Hoe komen jullie chillen, man? Wat is dit? Nou, morgenochtend weer? Tot morgen. Oké, loop maar. De rest gaat ook met uit, trouwens. De Berlijnse muur. Een kusje op de wang. Het bloeit wel wat romantisch op, dat wel, zeker. Daarnaast mixen. Wij staan nu bij een heel cool pand. Ik weet niet hoe het heet. De Rijksdag. De Rijksdag. Bijna! Welkom. Dit is de Fernsehentoren. Een zeer interessante toren. Met een zeer interessante kleur. Dat was het dan voor vandaag. We hebben nog maar één scène morgenochtend. En dan gaan we alweer naar huis. Ik zie jullie snel weer. Dus doei! Laatste dag, jongens. We staan op het station. We gaan de laatste scène opnemen. Ik zag niks in die scène, maar ik ben er gewoon bij. En dan gaan we naar huis, dan gaan we naar Nederland. Het staat er bijna gewoon helemaal op. Wat een week als dit. Ik ben wel heel tevreden met opnames en zo. Dus, ik ben heel erg benieuwd hoe het eindresultaat gaat worden. Ja, ik kom zo lang maar lekker op. Ja? Ja. We zijn nu op station Berlijn. En hier is de laatste scène. En in die scène, het is eigenlijk een beginscène. Het is eigenlijk een aflevering begin. Dat Teerzen en Hilly aankomen. En dat dan Nouri stiekem hier zit, want hij heeft ze achtervolgd. En dat hij dan hier stiekem hun aan het bespioneren is. Echt, stop! It's a wrap! We zijn eindelijk klaar. Yes! We zijn weer terug in Nederland. In Nederland, eindelijk. En we gaan lekker slapen. Ja, lekker huis. Heerlijk naar bed toe. Ik vond het echt een paar leuke dagen. Het was echt een topmiddag. Ik wist het nu al eigenlijk, maar... Ik ga het ook wel missen, maar ik ben ook wel blij om weer thuis te zijn, hoor. Ja. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En like en abonneer nog even en ja, heel eventjes. Precies. Allemaal liefde. Yes. Okay. En vergeet niet de aflevering te kijken. Ook belangrijk. Ook belangrijk. Doei. Doei. Adieu. Adieu. Dit is mijn nieuwe baan geworden, cameraman. Ik heb mijn passie eindelijk gevonden. En dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen.